Vier leerlingen van het Kamerling Onnes zijn donderdag kampioen geworden tijdens het NK Scholenploegachtervolging in Den Haag. Het gaat om Aline Brummel, Nienke Porte, Litwien Boven en Linde Bus. De meisjes verbeterden daarbij het baanrecord. Aan de diverse voorronden deden in totaal 2500 jongeren mee. Vorig jaar verloor het viertal de finale met miniem verschil. Dit jaar deden ze voor het laatst mee, want in mei doen ze eindexamen atheneum 6.